Goedemorgen, het is 10 uur. Ik werd voor de wekker wakker. Dus ik heb ongeveer 3 uurtjes geslapen vannacht. Ik heb toch al eens eerder gezegd, als ik heel weinig slaap, dat ik dan het idee heb dat mijn huid er beter uitziet. Dat heb ik nu ook. Dan is het een soort van poofy. En als ik er dan foundation overheen kwak, dan glad poofy. Oké, ik ga zo naar Amsterdam voor voedselsopnames. En we gaan, Gregor gaat mee. We gaan daarna langs bij die winkel, Genroku, volgens mij. Die winkel. Oh, goedemorgen. Die sushi tent waar we hebben gegeten laat. Want hij is het t-shirtje daar vergeten die hij had gekocht. Ik ga hem even ophalen en dan gaan we gelijk daar maar eten. Brunch. Nee. Avondeten. Oh my god, ik moet nu koffie innemen. Ik weet niet eens wat ik zeg. Oké, nou. Over een uurtje weg. Espresso. Kijk, fotootje van gisteravond van Steven Lisette. Leuk is deze, het is met comics. En ik heb ook even mijn haar gedaan in een strakke hoge knot. En dit is wat ik aan heb. Ik voel me heel erg 90's, heel hoog deze broek. En dan dit hemdje. Ja, een beetje jaren 90. Hier zit ook een scrunchie in verstopt. Zo 90's, zo fun. Hey friend, Francis. Hi, hallo. Goed klassen. Opnames hier. Awesome pan. Wauw. Maar dan kan je gewoon en vis en vlees of en saus. En ik stel dit voor. Hier een soort van pannenkoekachtig beslag. En dan zo doen. En dan heel hard schudden. Zodat hij helemaal rondom pannenkoek wordt. Ja, of van, helemaal vol met eieren. En dan dicht. Ja. Super omelet. Is super plakkie. Ik vind het stomen of zo. In een sausje. En dan laten schudden. Is dit van iemand? We zijn weer bij Genroku. Ik spreek het elke keer zo uit. Want misschien kunnen jullie nog herinneren dat hij een t-shirtje had gekocht vorige keer. Die liet hij heel blij zien. Die is hij vergeten bij Genroku. Want toen kwamen we thuis en zo, waar is mijn shirt? Waar is mijn shirt? Hebben we gebeld en ja hoor, hij lag daar nog. En aangezien we voor Foodgloss hier moesten zijn op zondag, gingen we nu, zeiden we, nou ja, dan komen we even ophalen, gaan we gelijk daar even eten. Dus. Dan kunnen we in ieder geval, nou ja, we hebben goed excuus. Lekker kunnen snoepen. Ja, eten. En nu goed excuus om weer eens onze favoriete sushi te eten. Nou, we hebben hem terug. Yay! Yeah. Okay. En nu lekker sushi eten. Close-up. Wat vinden jullie van handrolls? Ik ben mega fan van handrolls, maar er zijn heel veel mensen die vinden het te groot. Ik hoef hem ook bijna nooit. Maar je moet er echt van houden, want het is echt wel... Zo groot als Donnie. Maar ik zat er wel net aan het drinken om er weer eens eentje te nemen. Kijk, lekker veel erin. Oh. Ja, die, daar heb ik dus niks mee. Die vind jij, Futo maak je, of weet ik veel, Futo heet het of zo. Die vind ik dus te groot. Dit vind ik niet lekker in mijn mond, zeg maar die wel. We hebben in de straat een vintage winkeltje gespot bij ons vintage. En dan gaan we eventjes kijken. We zijn aan het wandelen in Amsterdam. Kijk nou, hoe ze chillen in de winkel. Ja. We werden net door
een vriend van ons nog geappt over een feestje in Amsterdam. Superleuk nu, overdag. Wilden wij gaan, maar Houston, we lost him. Oké, Foefje is in een platenwinkel en het duurt zo lang. Zij zei ook, dan ga je anders even winkelen. Dus toen heb ik deze winkel ontdekt. De Gamekeeper. En dit is een winkel met allemaal spellen en zo. Het ziet er zo cool uit. Check deze puzzels. Ik hou van puzzels. Nice. En kijk. Mijn favorite type of puzzles. Dit soort dingen. Dit is zo fun. Hier, dit. Het is toch serieus? Wat, dit is echt... Dit is zo freaking awesome. Dit zijn grote. Kijk, dan heb je pastelversies. Dit, ik heb dit vroeger gehad. Kijk, dat zijn een soort van puzzelstukjes. Kijk, daar kan je zo dingetjes mee maken. Zo awesome. Ja, ik probeer het met één hand. Ja, kijk nou. Ik ben mijn goals. En hoe pretty is dit shirt? Blouse of... Ik ben niet zo goed in, maar... Ik vind het heel mooi. Ik heb ook een maatje kleiner gepakt, maar... Ik weet niet. Die is dan net iets strakker en deze is... Blouse. Ja, dit is beter, denk ik. Ja. Deze. Ze gaan zo dicht, dus ik moet heel, heel, heel snel... Oh. We hebben dorst, dus we halen die en die voor nu even. En limited edition Tony's en deze. We hebben een belachelijk coole winkel gevonden. Kijk hoe leuk. Allemaal game dingen. Check this. Gewoon een trui. Kijk, Jenna Marvel's backpack is hier te koop. Dat is net even een vlogger. Wow. Inmiddels is het al 7 uur geweest. We hebben flink geshopt. Eigenlijk Foef, alleen ik heb die dingen bij Kos gehaald. Je hebt me wel over gehad. Voor wat? Voor het Blanca ding. Ik zei, ja, zo cool. Ja, en twee petten, heel cool. Ja. En dag in Amsterdam. Het was de bedoeling dat we alleen even naar Foodcross gingen en even eten in het restaurant. Een shirt ophalen. Shirt ophalen bij het restaurant, chillen. En inmiddels is het al donker. En niks petten. We zijn thuis, het is 8:30 en Roran, Gear en Machar die komen hierheen. En het huis is in bende en die geshopte dingen. Nou, het zijn eigenlijk trouwens vooral dingen van Foef. Ik heb dan alleen die kosten outfits. Ja, dus ik ga het huis een beetje opruimen. Ik ben wel echt moe, maar het is wel goed. Gewoon de hele dag wandelen en dingen doen. En dan lekker nu opruimen en dan lekker op tijd naar bed. Echt. En dan gewoon goed slapen. Dus, ja. Kijk, de Shadow and Gear. Ze zijn de platen aan het kijken. Oh god, dit is boy stuff. Wow, wat wij met make-up hebben, dat gebeurt heel veel later. Ik kijk wat ik voor mijn verjaardag heb gehad van ze. Dit is een, hoe heet dit? Water jug. Turquoise. En dan, kijk, dan heb je, ik heb net even gewassen. Dit is het, dit is van glas. En dan heb je dit. Dit doe je erop. Kijk, okay, rubber. En dit, zo'n gietje en dan kan je zo doen. Waar is dat voor? Dan kan je hier stukjes fruit en zo in doen. Dat blijft er dan in zitten. Hoe vet! En ik heb een lime, dus die ga ik erin doen. Kijk, nice. En dit kan ook precies goed in de koelkast zo. Ik heb van Boohoo een hele hoge broek gehaald. En yay, hij zit oké. Ik pas hem. Ik vind broeken bestellen vind ik zo lastig online. Maar it's good. Maar het is, ik zou hier wel zeg maar mijn shirt overheen dragen. Maar yes. Kijk hoe vet deze pet vandaag gekocht. Iemand gaat hem ergens... Mas is er ook, die wil niet op film, maar hij heeft een soort van food meegenomen. Wat dan vanuit zijn geloof geven ze dat aan mensen en zo. En hij heeft het meegenomen voor ons. Kijk, jammer. Ik heb dit opgeruimd. Ik ben een beetje bezig met spullen uitzoeken weer. Dit een beetje opgeruimd. Camera gear wordt wel steeds meer, daar moet ik misschien iets nieuws op verzinnen. Hey, het is 1:15 en wij gaan lekker slapen. Vannacht heel weinig geslapen, dus nu lekker slapen. Op tijd? Nee, dat niet. Maar ik kan echt morgen in principe niet echt uitslapen. Maar ik werk thuis, dus ik kan wel een dutje in de middag doen of zo. Nou ja, ik zie het wel. In ieder geval, wel rusten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen. Doei!